werkzaamheden in de voorzomer. Dat is bietenenen. De hele dag op de knie en daar ziet u die biet en dan moet het schoongemaakt worden. En hier zijn ze aan het maaien op de polderdijk in Hornhuizen. Dat is Hilbrand Maaier, zoals hij genoemd werd. En dat was een moeilijke business om die dijk te maaien, want het is niet egaal dat terrein. U ziet het aan die paden, hè, en je bent op een hellend vlak. Dat was altijd een spannende affaire. En daar zijn ze met de hooischutter bezig. Dit was bij Zeilma op Zuurdijk. Dat was Guikema. Als het gras een paar dagen gedroogd had, dan kwam de schudder erdoor en dat bevorderde het snelle drogen. Schaftijd. Daar komt Teert Stol, tegenwoordig mevrouw Bolhuis. En die schenkt voor de heren de koffie in. Daar heb je Guikema. En daar heb je de paarden, die mogen ook even schaften. Die doen het hoofd naar beneden en het hooi ligt wel voor hen. Inmiddels is het hooi gedroogd en op de ruiter. Maar de zon moet er nog even door, dus de ruiters worden omgegooid. En dan met de vork wordt het geschud. En na een uur of twee uur, dan wordt het op de wagen geprikt. Hier zijn ze aan het aardappels aanaden. Dat is de heer Menninga uit Niekerk, op bedrijf Zeilma. Eén paard, één rij, één man. En als we tegenwoordig zien, met de tractor, met vier rijen, dan gaat het behoorlijk snel. Hier zijn ze met de aardappelselectie bezig. Pootgoed werd in de Marne al heel vroeg verbouwd. Daar is een stam, dat zal een bladrollen zijn. In elk geval, hij deugt niet en die gaat eruit. En die aardappels die moeten tegen Phytophthora beschermd worden. Dus die worden gesproeid. Hier zijn ze bezig, de tank staat op het land. En daar komt dus een ontsmettingsmiddel erin, dus een koperpreparaat. En dan met de hand erdoor sproeien. Tegenwoordig heb je sproeimachines van 20 meter. Werkkamp Julianepolder. Dat werkkamp is ingericht voor de inpolderingswerken van de Julianepolder. En ook voor het rijstdammen zetten op de kwelder voor een latere inpoldering. Je ziet u straks een man die wil zich niet laten zien. Oh, hij is al weg. Doet hij de hand voor zijn gezicht. Daar worden ruiterstokken gemaakt. En dit is rijshout voor de kwelder. Die rijstdammen worden gelegd omdat het slip daarachter blijft hangen. Het water gaat weer weg als het eb wordt. En dan blijft het slip achter deze rijstdammen hangen. En dan wordt die kwelder veel sneller verhoogd dan wanneer men niets doet. Heel zwaar werk. Daar ziet u over rails op zo'n kar gaan. Kijk, daar is die man die de hand voor zijn hoofd doet. Lange laarzen aan. Daar ziet u die palen. Die worden voorgeboord en daar komt het rijshout, wordt eraan bevestigd. Eerst wat stro eronder en daar ziet u ze met het rijshout bezig. Een heel zwaar karwei, de hele dag in het slijk te lopen. Het gebeurt.
gebeurt tegenwoordig nog wel, maar op beperkte schaal en op veel modernere wijze. Daar komt de eerste begroeiing, de zogenaamde krapstroeken.